Humor is een abstracte vorm van kunst. Instagram is juist een zeer open platform waar iedereen een accountje kan maken. Dus wat gebeurt er als je deze twee dingen met elkaar mengt? Comedy, Instagram accounts. Ik zit wel eens, jammer genoeg, op de Instagram Explore pagina. Waar Instagram gaat proberen mij nieuwe pagina's aan te raden. En het zijn altijd alleen maar BN'ers en YouTubers waar ik totaal geen interesse in heb. En de zogeheten comedy accounts. Maar het zijn altijd dezelfde grappen die ik 10 jaar geleden al op het internet zag, vaak in zeer lage kwaliteit en soms niet eens vertaald naar het Nederlands. Het is zo belachelijk slecht. Ik wilde graag vandaag met jullie kijken naar een paar geniale Instagram comedy accounts op zoek naar een lach. De eerste die ik tegenkom is meteen hier, Wiskunde. De enige plek waar iemand 692 waterbloemen koopt en niemand weet waarom. Hahaha! Dat is ten eerste rekenen. Ik snap dat je maths vertaald hebt, maar het is meer rekenen met sommetjes met 692 waterbloemen. Heeft vrij weinig met wiskunde te maken. Dat is punt 1. Punt 2 is, ik heb dit vaker in grapvorm gezien. Weet je wel, Jan heeft zoveel appels, bereken de massa van de zon, een beetje dat grapje. Maar ik heb het nooit daadwerkelijk gehad bij rekenen, eigenlijk. Ik heb nooit een rekensom gehad met 692 watermeloenen. Oké dan! Nou, we hebben er nog meer, hoor. We hebben nog meer van dit soort kwaliteitsshit. Oh, hey Calvin. What's good? We hebben hier marktplaats geintjes. Gewoon je smoel houden. Heb hem compleet voor je. Kom er haken. Halen. Wat moet je nou, joh? Je wou hem toch? Bekijk het maar. Ruilen voor je tanden. Huh? Wat is hier het geintje? Marktplaats geintjes. En dan lees je de reacties. Hahaha, vet account. Zo grappig. Hahaha, je tanden. Brocco. Zo geniaal grappig. Hoe kan je zo stuk gaan? Te grappig voor woorden. Het is ook alleen maar hetzelfde account. Lachzinnen. Die probeert zichzelf te promoten dan ofzo. Maar wat ik dus niet snap is, dit is niet grappig. Toch? Waarom heeft dit dan binnen 24 uur 4.500 likes? Wie vindt dit dan wel grappig? Ik snap gewoon even het gehele concept van comedy niet meer ofzo. Fucking marktplaats geintjes. Nou, dit is echt een goed geinig marktplaats geintje. Beste Rick Vivent. Hierbij bied ik 10 euro op jouw originele zip frontcap nieuw mat zwart. Ik zie graag een reactie tegemoet. Met vriendelijke groet, Jay. Beste Jay, bedankt voor uw bod van 10 euro. Ben blij dat er nog mensen naar waarde kunnen bieden. Weet je wat? Omdat je zo'n gulle topgozer bent, mag je hem komen halen in Oezbekistan voor maar 5 euro. Met vriendelijke groet, Dagobert. Huh? Ik snap dat hij dan te weinig geld biedt voor de pet. En dat je dan zegt, oh, kom hem dan maar halen in een ver land. Huh? Hè? Oké, nee, laten we stoppen met kijken naar marktplaats geintjes. Hier zijn geen geintjes te vinden. Dit account heeft wel 35.000 volgers. Respect. We hebben hier de beste WhatsApp grappen. Dit zijn van die screenshots van WhatsApp gesprekken die bijna altijd nep zijn door gewoon je vriend een andere naam te geven en dan gewoon een nep gesprekje op te zetten. Wat dan zogenaamd hilarisch is. Kijk eens aan. Papa, wat is beter? Positief of negatief? Positief natuurlijk. Oh goed, je zult dan trots op me zijn. Ik heb een zwangerschapstest gedaan. Resultaat is positief. Kom zo snel mogelijk naar huis. Dit is letterlijk een beetje de grap. Regel 1 van de HIV-club. Altijd positief blijven. Een beetje dat. Het jammer is dat deze accounts nooit zelf iets kunnen verzinnen. Het is ook zo nep en matig. En WhatsApp. Dit is helemaal niet eens WhatsApp. Welke app is dit überhaupt? Zo vragen. Hey bolle. Weet je hoe het komt dat ik zo die ben? Dat is ook lage kwaliteit. Zo vaak van andere accounts gestolen dat de foto steeds kleiner wordt. Er staat ook onder nog beste WhatsApp berichten. Het is weer van dat account gestolen, maar dat account er weer niet goed afknippen, weet je wel. Weet je hoe het komt dat ik zo dik ben? Nou vertel, elke keer als ik seks heb met jouw vriendin, geef ze me een koekje. Oh, ik ben weg.
Het is koekjestijd! Alleen punten voor die laatste zin. Het is koekjestijd. Waarom ben ik zo dik? Omdat je vriendin neuk. Oh, dat is een hele onverwachte grap. Volgende WhatsApp gesprek. Wil je met me uit? Nee. Wat als ik de laatste persoon op aarde ben? Nee. Waarom niet? Omdat ik dan dood ben. Oké, die vind ik goed. Dat is scherp opgemerkt. Vooruit. Lekker bezig. Wat is deze WhatsApp-achtergrond? Beschrijf eens een mooie meid. Slim, mooie lach en bruine ogen. Ik ben dan geen mooie meid. Je vroeg me ook niet om de perfecte meid te beschrijven. Sorry buren. Het is niet grappig. Deze is gewoon volledig in het Engels, want waarom zou je de moeite doen om zo'n nepgesprek te maken? Hey dad, remember when I killed the butterfly and you said no butter for a week? Yeah. And when I killed that honeybee and you said no honey for a week? Yeah, that was a month ago. So what? Mom just killed a cockroach. Should I break it to her? No cock for a week! Oké, nou. Het is een grap. Dit is de eerste daadwerkelijke grap die we zijn tegengekomen. Hey, ik heb over jou gedroomd vannacht. Oh, ja, je ging dood. Oké. Waarom heeft dit 2500 likes? Waarom heeft dit account 10.000 volgers? I don't get it, man. Oh, de volgende plek van geniale, zuivere humor is grappenplek. 39.000 volgers. Geef toe, je hebt wel eens een minuut lang naar een digitale klok gekeken om te zien hoe de cijfertjes veranderen. Dat klopt. Het is alleen niet grappig. Het is gewoon herkenbaar, ja. Ja, dat is waar. Ik heb wel eens naar een klok gekeken en hij verandert, maar... Dit account is te gek! Nee, dat is het niet! Meerdere mensen posten, dit account is hack. Dit account is te gek. Dit account is te gek. Dit account is de gek. Wat is hier aan de hand? Ik heb echt het gevoel alsof hier een of ander heel raar netwerk van bots en andere accounts en... Want het ding is, als je eenmaal echt tamt hoeveel volgers hebt op je Instagram account, een groot deel daarvan zouden zelfs nep kunnen zijn, dan kan je daarmee weer sponsors aantrekken en reclame maken voor Coca-Cola en dat soort bullshit. Dat is ook heel erg een probleem met Instagram, want heel veel YouTubers die kopen gewoon heel veel nepvolgers in en dan, hey, ik heb 100.000 volgers op Instagram en dan kun je gesponsorde Instagram posts doen. Als je op YouTube gesponsord wordt, moet je helemaal een video maken waar je je lichaam verkoopt. Op Instagram maak je dat gewoon een foto van een product. Dat post je. Boom, 1000 euro. Dat is best chill. Ik heb het gevoel alsof hier een of andere reclame-maffia achter zit. Dit heeft ook 7500 likes. Hoezo, grappenplek? Hoezo? Normale hartslag? Piep, piep. Dode hartslag? Geen hartslag wanneer je telefoon niet meer in je broekzak voelt. Het staat letterlijk ook het merkje van het account waarvan het gestolen is. Staat letterlijk gewoon in de foto. Ze doen zo geen moeite. Ook like is zo herkenbaar. Oh, je schrikt als je denkt dat je je mobiele telefoon kwijt bent die heel veel geld waard is. Wow, wie had dat verwacht? Tag een vriend. Volg ons, meer leuke dingen, het grappenplek. Echt, als je hier je vrienden tagt, heb je toch ook gewoon een ziekte of niet? Wie kent deze vis nog? Dit is de regenboogvis. Dus? En dan? Wie kent deze man nog? Dat is Adolf Hitler. Doe een duimpje omhoog. Ik niet snap. Like is Spanje. Comment is Italië. Wie kies jij? Hè? Wat moet ik hiermee? Hier ook weer, de comments zijn dan allemaal variaties op ik hou van kaas. Ik hou van kaas. Ik begin echt langzamerhand steeds minder van het leven te begrijpen gewoon. Als je mij breekt, heb je 1 jaar ongeluk. Als je mij breekt, heb je 7 jaar ongeluk. Hahaha, ik zeg niks. Kijk, dit is nog best grappig. Als je een condoom breekt, kijk je kinderen. En kinderen zijn kut. Want kinderen, dat zijn die mensen die dit soort accounts volgen. Dat is waarom ik kinderen haat. Het is in principe nog een soort van leuk grapje. Een goede grap. Gestolen van het account. Goeie!
Obama weegt nu 1 kilo. Elke like is 1 kilo erbij. Hoeveel weegt Obama nu? 4660 kilogram. Dat is fucking dik. Wat is hier leuk aan? Ik zie dit ook zo vaak voorbij komen in de YouTube-reacties van kanalen met kijkers rond de 8. Dat ik echt denk, wat is hier de entertainment? Hoe vermaak je mensen? Dit heeft fucking 4500 likes. Kinderen willen Obama zien overlijden aan zijn dikke lichaam. Morbide obesitas, wauw. Like als je dit nog kent van de kleuterschool. We hebben allemaal op de kleuterschool gezeten. Ik zou het heel raar vinden als je dit niet kent van de kleuterschool. Want dan kan je gewoon niet normaal een relevante herinnering bewaren. Ja, top. Tijdens het wachten op eten. Tijdens het eten. Ja, dat klopt, omdat je aan het wachten bent. Oké, dus dat is dan de grap dan, dat je het meeste drinken opdrinkt. Maar dan reageert hij in het WhatsApp-gesprek. Like is herkenbaar. Welk drinken bestel jij altijd? Reageer het. Oh, comment herkenbaar, letter voor letter, 89,4% lukt dit niet te doen zonder onderbroken. Ah, ik haat grappenplek. Kunnen we grappenplek alsjeblieft van het internet verwijderen? Dit is de ziekte die onze kinderen vergiftigt. Heb je geleerd voor de toets van vandaag? Nerd? Ja, de hele week. Normale mensen? Ja, gisteren een beetje. Ik? Hebben we een toets? Ha, 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 ha! Ik doe niks aan mijn school! Ik ben een teleurstelling voor mijn ouders! Woe! Herkenbaar! Volgende account is grappige foto's NL. En verdomme, wat zijn deze foto's grappig. Zeg, voilà. Jij praat. Wat? Wat is de grap? Maar ik moet ophangen. Dit is toch een daadwerkelijk leuk woordgrapje. Daarom is het ook gestolen van Evert Kwok. Het enige Instagram-account dat woordgrappen maakt dat ik nog soort van kan waarderen. Toch? Dit is gewoon een gestolen Evert Kwokje. En hij maakt er best wel veel. Als ik echt een beetje goed ga scrollen, komen dat kreng wel weer tegen. Nou, wanneer de Instagram-accounts daadwerkelijk grappig zijn, hebben ze gewoon een grap gestolen van een daadwerkelijk grappig account. Lekker bezig. Ah, mijn dik is stuk in de drawer. Oh, I came in like a bitterball. Gelukkig heb ik nog meer. Ik heb het account raarste grappen voor jullie. Meen je dit nou? Oh, het is een schaar, maar hij zit in een verpakking die je moet openmaken met een schaar. Zo dom dit. Ja, dat klopt. Je bent de eerste persoon ooit die deze observatie maakt. Ik heb deze grap eigenlijk nog nooit eerder gezien. Dieetbord. Eet 50% minder. Kijk, dit vind ik nog best wel grappig eigenlijk. Je hoort me dan de eerste keer niet hard op lachen, omdat iedere keer moet ik het heel erg forceren. Maar dit is nog een soort van abstracte humor. Beste tijd voor huiswerk. Nooit, 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 nooit. Hé, hey, ik haat ook huiswerk. Ik ben zo uniek. Woe! Tag iemand die deze lama moet zien. Nee! Als je echt mensen die me hierin taggen, moeten echt gewoon dood. Echt waar. Ik ben niet snel van mensen doodwensen, maar waarom doe je dit? Waarom doe je dit? Waarom taggen jullie elkaar hierin? Oké, deze gast is echt 12 of zo. Vooruit dan maar. Stop met 12 zijn. Echt, kappen ermee. Het is niet grappig meer. Ik ben er helemaal klaar mee. Fuck Instagram en iedereen die daar grappig probeert te doen. Instagram is gewoon een plek waar ik mijn overhemden laat zien. En daar moet het bij blijven. Daarom kijk ik voor deze video in ieder geval. Ik ga even huilen in een hoekje. En me heel veel zorgen maken op de generaties die zullen komen. Heel veel kijken. Doei!